trouwens ook altijd bij de appie deze repen. Hey Roos, moet één keer kijken wat we per ongeluk hebben vermoord. 1, 2. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag. Ik hou ervan als jij mijn vlog verstoort al. Knip altijd jou ertussen uit. Joanna, weer die fluit. In ieder geval, Noah die wilde net soep maken die ik had laten zien in mijn woensdagvideo. Ik zal hem even linken. Maar Noah haalt het rijst af en lag overal. Ik maak een soep voor iedereen en dit gebeurt mij weer. Eeuw. Wie gaat die opeten dan? Jij? Nee. Ik had vorige week in mijn weekvlog laten zien dat ik een rondje moest lopen van onderzoek van Sophia. En dat je hem 3 keer moet doen met energy en 3 keer zonder. Nou, toen was ik heel verdrietig dat ik geen energy mocht. Nu moet ik energy. Kijk, ik hoeveel! Ik ga toch geen halve liter! Ik voel de energy dus echt heel erg. En ik heb echt zo'n klotsbuik. Ik ben zo mis. Dus ik denk dat het niet heel veel beter gaat dan de vorige. Ja. Hoe leuk is die auto die je nu gaat zien? Ja, maar ik heb gewoon een auto. Oh. Allemaal op de voorste lijn graag. 3, 2, 1, go. Kom, Jootje. Het ging echt slecht van de eerste keer, maar ik had zo erg steek. Heb jij erbij geschreven dat je suikervrij hebt? Want misschien heeft dat ook weer invloed op, hè? Ja, dat heb ik toch zelf onderzocht. Oh, sorry hoor. Ik ben inmiddels weer eens aan het koken en ik ging gisteren naar de slager. En toen zeg ik tegen Noah, wat zullen we halen? Ik zeg zo, 2 tataar, 2 Duitse biefstuk en 2 Black Angus burgers. En toen keek Noah mij al heel raar aan. Ik dacht, vind je nou raar wat ik bestel? En toen zeg ik het dus tegen die mevrouw. Die vrouw keek me eens aan, wat bedoel je? Hoe zeg je nou? Black Angus. Bedoel je Black Angus burgers? Ik keek er zo aan. Ja? Nou, het blijkt dus dat je Black Angus burgers zegt. Dus ik zeg dit even voor jullie. Dat jullie nooit deze fout maken en een beetje voor schut staan bij de slager. Want ja, dat stond ik wel. Want er stonden ook nog mensen achter mij in de rij. Die zouden wel hebben gedacht. Meisje is nooit in het buitenland geweest. Kijk naar Ente. Ente is open. Lasagne? Dat kan ik niet maken. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik weet gewoon niet meer wat ik moet koken. Te veel gekookt. Het liefst doe ik gewoon weer aardappels, vlees, groenten. Of doe ik weer een soep. Maar ja, dat doen we al 2 weken lang. Jullie hadden vorige week nog wat... Banaanpizza. Ja, Joanna doet meestal 1 keer per week en dan krijgen we iets speciaals. Ja, precies. De rest doe ik. Nee. Dat hebben we ook al vorige week. Nee, heb je vorige week niet gehad. Wat deed ik ervoor? Ook niet. Nou, het heeft even geduurd, maar ik weet wat ik wil eten. Nee. Wat we gaan eten. Namelijk nasi. Ik had er helemaal geen zin in. Maar papa wilde dat graag en toen dacht ik. Ik ook altijd. Dus het is ook wel een keer aardig als ik aan anderen denk. Maar daar heb ik zo'n vers pakket van de appie van gekocht. En dat ga ik straks maken. Waarom heb ik altijd nasi? Ja, dit was ik heel even vergeten dat jij ook altijd nasi maakte. Ik had net verteld dat ik heel handig zo'n pakket had gekocht. Waarvan ik dacht, daar ben je zo mee klaar. Maar dit pakket is nog veel meer werk dan wanneer je het zelf maakt. Je moet echt alles snijden. Maar papa is nu bezig en ik denk dat ik hem een handje ga helpen.
Nicky. Samen met, ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar ik ben gewoon kwartier later gaan slapen. Waarom heb je geen rookworst gehaald voor door de nacht? Is klaar. Ik ben bezig geweest met school. Gaat niet echt lekker. Ik kom niet heel veel verder. Maar ja, ik ben nu niet heel productief. Dus ik dacht, ik ga even skileren. Ik wilde eigenlijk gisteren gaan skileren, maar toen regende het heel hard. Dus ja, dan kan ik niet gaan helaas. En nu wel. Het zonnetje schijnt, ik ben zo blij. Vorige week regende het alleen maar. Dat heeft invloed op mijn stemming. Dan ben ik gewoon echt veel chagrijniger. En nu ben ik weer... blij. Ik wilde laatst deze week gaan slapen en toen hoorde ik een gebrom van een vlieg. Ken je dat? Dat je dan echt niet kan slapen. Nou, deze meid hier kon ook niet slapen. En op een gegeven moment hoorde ik het niet meer. En ik kon hem ook niet vinden, die vlieg. Maar hij was er echt en ik had niks gedaan behalve de deur dicht doen. En toen zei Lot net, hey Roos, moet je één keer kijken wat we per ongeluk hebben vermoord. Kijk, dit is gewoon een vlieg. Ja, een wesp of een... Het is inderdaad een wesp, want het heeft streepjes. Maar hij is gewoon in dit stukje, is hij gewoon plat gedrukt met die deur. Ja, ik ben echt een moordenaar. Maar normaal gesproken probeer je een bromvlieg of een wesp of iets in die trant. Probeer je duizend keer te vermoorden met een vliegenmapper of een boek of iets. Hoe groot is de kans dat je een vermoorder een deur dicht te doen? Ik ben helemaal flabbergasted, Lot. Hoe kan dit? Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb net even gesport. Vanmiddag wil ik een kwarkcake gaan maken. Maar nu gaan Jo en Richard even naar de macro. Ik kan zelf niet mee, want ik moet weer naar school. Maar zij nemen even de camera mee. En mocht iets leuks gebeuren, dan gaan ze even vloggen. Inmiddels een update. We hebben een tv uitgezocht. We zijn toch voor een QLED gegaan, dus voor een andere. We hebben een klein scherm erbij uitgezocht voor de slaapkamer. En omdat ik het heel graag een soundbar wil, hebben we ook nog de soundbar erbij gehad. Dus, en nu zijn we even bij het snoep. Want Lotta die wil graag snoep. Deze lollies. En dan haar favoriet is de kersjesmaak. En nu gaan we even naar de proteïnebars voor Rosa. Moet er dan nog... Nee, die lollies zijn goed. Het kind mag niet nog meer snoepen. Roos zal wel niet zo blij zijn, maar ik ben nog niet zo'n ervaren vlogger als Roos. Ik vind het toch een beetje awkward om in zo'n overvolle winkel die vlogcamera erbij te pakken. Dus alvast, sorry Roos. Jo vond de vlog een beetje ongemakkelijk, dus ik weet ook niet... Oh. Maar ik heb mijn proteïnereep. Ik word hier zo gelukkig van. Ik hou echt van proteïnerepen. En nu heb ik de white chocolate cookie. Ik ben echt heel benieuwd. Jullie krijgen een review van mij vanavond. Oké, deze doe ik donderdag na het sporten. Jij doet na het sporten. Ik doe gewoon avondsnackie. Waarvoor zijn ze? Dit zijn alle smaken die je hebt. Ik heb deze al een keer geprobeerd. Ik heb peanut butter al een keer geprobeerd. Deze, maar daar hou ik niet van. En deze heb ik ook geprobeerd. Daar hou ik ook niet van. Ik ben echt zo'n gelukkig kind. Ik lijk wel een winkel. Kijk, zo staan ze ook altijd bij de appie, deze repen. Ik hou ervan dat de maker nu voor iedereen open is. We hebben er gebruik van gemaakt. Al 3 keer. 4 keer. Ja. Zo. 5 keer. 5 keer? Inmiddels hebben we alweer een nieuw pakje gekocht. Omdat ik deze heel lekker vind en ik eet hem weer elke dag. Dat is van de woensdag proefvideo. Maar wat we toen nog niet wisten, omdat we toen nog maar 1 keer hadden gegeten. In elk pakje zit, laten we zeggen, een tekstje. Ja. Dus iedere keer als je meer eet, komt er meer tekst. En de vorige keer had ik een horoscoop en ik denk dat dit keer een soort van mopje in zit ofzo. Dus hoe meer ik eet, hoe meer ik weet. Hoi jongens, ik heb net weer hard gelopen. En ik ben er een beetje klaar mee. Ik vind het niet meer leuk om de dag dat doen. Maar goed, daar gaat het niet om, want ik ga kwarkcake maken.
En dat is oprecht de lekkerste cake die er is. En ik dacht, ik neem jullie even mee in het proces. Het is ook de meest makkelijke cake, want wat heb je nodig? Een pakje met kwartcake van Koopmans. 25 ml water. 200 gram magere kwark. En als laatst... drie eitjes. Kwartcake. Wat je eerst moet doen. De oven voor verwarmen. Dan doe je letterlijk alles in één keer in een beslagkom. Doe het in de cakevorm. Een tip, doe je wat bakpapier in. Dan kan je het er makkelijk uithalen en dan blijft er niks aan kleven. Heb ik zeker van jou. En dan de oven in. En dan laat ik straks het eindresultaat zien. Ik vind persoonlijk dat hij iets te licht is. Hij is iets kleiner. Hij is iets minder dan normaal. Normaal gesproken wil je drukken en slaan en dan gaat het niet goed. Maar nu, dames en heren. Hupsakee. Vervolgens haal je dit eraf. Het gaat niet heel soepel. Jammer. Dames en heren, dit kun je weggooien. Wauw. Prachtig, als zeg ik het zelf. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ga vandaag weer werken. Normaal gesproken werk ik vanuit huis met huiswerkbegeleiding. Maar nu weer op locatie met 1,5 meter afstand. De aanleiding van de koekjesvideo iets nieuws uitgevonden. Ja. De verse koekjes van de Jumbo. En nu heeft ze witte chocola gesmolten. Dat doe je er. Je moet snel weer. Oh, dat is heel veel. Wat? Dit ziet er echt uit als een heel lekker koekje. Kan mama niet meer zeggen, zet die trap in de scheur. Ik heb net gewerkt. Het ging op zich wel goed. Alleen je moet natuurlijk wel die 1,5 meter afstand houden. Dus dat was even wennen. Maar op zich werkte alles goed. En nu ben ik even met mijn moeder onderweg naar de Intersport. Want ik ga skillers kopen. Want ik gebruik altijd die van Joanna. Maar Joanna werd er niet zo blij van. Bij de tijd dat ik mijn eigen ging aanschaffen. Maar... ja, dat wordt wel tijd. Ja. Ik ben even in het schoen aan het passen. Ik moet zeggen, je moet deze doen. Maar deze is heel laag. Ik ben persoonlijk van mening dat hij iets hoger moet. Oh, hij is ook veel te klein. Nee, ik moet die hoger. Ik vind dit niet fijn. Ik weet niet of jullie mij goed horen, maar echt alle skillers zijn uitverkocht. Helaas. Maar normaal niet uit. Maar we hebben wel wat voor mijn vader gekocht, gevonden. Dus helaas. Goedemorgen, vandaag is het donderdag. En ik begin de dag weer met school, helaas. En ik heb ook een toets. Ik heb 1 keer eerder een toets gehad. Dat ging dan via Mentimeter. En normaal is dat een programma dat wordt gebruikt om gewoon een quizje te doen. Maar nu kon je dus die toets maken. Maar ondertussen kon je wel met elkaar overleggen als je dat wilde. Wat de antwoorden waren voor de vragen. Nu hebben ze een nieuw systeem ontwikkeld.
En dan heeft iedereen een andere vraag op een ander moment. En ik kan niet terug en je hebt maar zoveel tijd. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Maar ik ben voorbereid, want je mag je boeken er natuurlijk wel bij. Dus ik heb hier mijn boek met hoofdstukken. Dus dan hoop ik gewoon dat het goed komt, weet je? Ik heb er vertrouwen in. Als het niet goed komt, heb ik pech. Ik ben een beetje optimistisch gekleed. Ik heb een beetje koud. Dus dan doe ik gewoon lekker mijn badjasje aan. Dus we hebben nu nog 12 minuten om de hele opdracht af te maken. Nou, ik heb de toets gehad en het was een stress. Ik zal even vertellen waarom. We zouden dus eigenlijk, zoals ik net vertelde, op een ander site-platform krijgen. Zodat je niet kon overleggen met elkaar. Maar dat deed het niet, want er was iets niet geregeld. Dus nu hadden we wel weer op de Mentimeter. En ja, volgens mij ging het wel oké. Okay. Mijn school is af en klaar eigenlijk. De toets is geweest. Daarna moesten we een opdracht maken. In 40 minuten moesten we een verslag maken van 1500 woorden met z'n vieren. Nou, ik heb nog nooit zoveel stress gehad. Ik heb het nu ingeleefd. Je moest ook nog presenteren, wat natuurlijk niet ging. Nu moet ik straks weer rennen. Dit keer weer met Energy. En nu heb ik de Cola Energy gepakt, die je ook kan zien in de woensdagvideo. Ja, omdat die andere vind ik gewoon echt niet lekker. Kijk, dat eerste blikje gaat altijd goed. Maar als je dan bij dat het zo streng is bij jou ook. De nieuwe CEO zei het zo. Maar als je dan bij het tweede blikje aankomt, dan wordt het gewoon zwaarder. Hoe moet je er? Ja, twee, maar hij nog meer. Ik heb het al. Dus hoeveel heb jij er gehad? 2,7 blikje. Doe ik elke keer iets te weinig nog? Ja, want jij moet eigenlijk 2 komen nog, maar anders dan moet je niet. Jo, toch ook? Nee, ik drink dat ook. Jo, drink dat. Wij hebben net een video opgenomen. En het is echt buitengewoon goed gegaan. Een kleine preview. Deze houdt Roos niet, maar misschien ik wel. Ja, wie weet. Ja, we gaan eten! Mama vraagt wanneer we gaan eten. Ik dacht het vergeten de thumbnail op te nemen, dus dat hebben we net gedaan. Maar Jo twijfelt echt of ze... Ja, deze heb ik toch laten zien. Dit broekpak wil houden. Leuk Jo, echt fantastisch sta je hier gewoon op. Ik ga nog even skilleren en dan ga ik douchen en editen. Want mijn haar is super vet. Maar eerst ga ik eens even deze troep op Lotte's kamer opruimen. Want ik had haar kamer gebruikt als opneemkamer. Maar daar was ze niet heel blij mee. Dus ik ga even de troep opruimen. Dat is wel zo netjes van mij. Het is 6:43. Het is 7:15, want wij hebben om 7 uur sporten. En met stage ging ik er altijd zo vroeg uit, eerder zelfs. Ik zat dan om 6:30 in de trein, maar nu... Ik heb er echt moeite mee. Maar goed, we gaan ervoor. Een hele goede morgen! Het is vrijdag! En wij zijn op weg naar Amsterdam. Voor het geven van water aan planten. Alleen dat! Ja, wij wonen namelijk in Amsterdam met z'n tweeën. En ja, we hebben daar nogal veel planten en ik vind het gewoon echt zonde om die nu dood te laten gaan. En in de coronatijd kom je natuurlijk niet zo vaak thuis, dus we gaan gemiddeld 1 keer in de 2,5 week ga ik even naar huis. En dan ga ik even een plantenmaat geven en dan krijgen ze soms een enorme plant, als ze bijna verdrinken. En dan kunnen ze weer even vooruit. En nu ben ik op de weg en ik had zoveel stress net. Want hiernaast was een hele grote vrachtwagen en dan niet één hè, 5 achter elkaar. Dan had je hier een blokkade. Ja. Wat zijn we nog even van? Oh ja, we hopen dat we nog naar Tutu gaan. Dat is een bakkerij in Amsterdam. En die hebben echt de allerlekkerste macarons. Allerlekkerste. Ja. We zijn inmiddels in Amsterdam. En er is iets geweldigs gebeurd. Wij hebben best veel kleine cactusjes van de IKEA. En hij heeft gewoon een bloem gekregen. Gewoon meerdere hoor. Moet je kijken. 1, 2, 3. Volgens mij 4 of 5 bloemen heeft hij. 4, 5, 6, 7, 8, 9 knopjes. Het is ongelooflijk. Dit heb ik nog nooit gezien. Dit is amazing. Dit is een verdrietig geval, zoals je kan zien. Oh god, net zo zwaar had ik gegaan. Wow! Wat gebeurt er met die dingen?
is aan de overkant. In de stad. Gaan we even klokken? Ja, heel snel. Ja, nu. Oké, wat we dus aan het doen zijn, even macarons halen bij Toets in Amsterdam. Die zijn echt de lekkerste van heel alles wat ik ooit heb geproefd. Zelfs lekkerder uit dan Parijs. Maar we hebben niet betaald voor onze parkeerplaats. Dus we zijn een beetje gestrest dat we een boete krijgen. Dus we moeten wel snel zijn. We zijn er bijna, hier zometeen. Ja, we moesten toch iets ophalen voor Noah, maar we zijn ergens in Amsterdam beland. Hier. Rij gewoon rustig door. We zijn met, we hebben het uiteindelijk gevonden, want het was van Reliving, dat is een Instagram pagina. En dan verkopen ze allemaal tweedehands spullen, maar we mochten ook nog even gewoon naar binnen kijken. En er waren echt hele leuke spulletjes, maar we hebben verder niks gekocht. Zo smal is de weg en Roos moet er tussen. Ah. Ik kan echt een adem in. Het is nog echt van sporten. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het zonnetje schijnt. Dus ik heb een jurk aan met korte mouwen. Ik heb net een quiz gedaan. En daarmee kwam je te weten wat voor lekkernijen was. Van de Hema. Ik ben een tompoes. Jo, wat was jij? Ik was ook tompoes. Maar kijk, er is altijd... altijd een vraag over Basje en Adriaan. Ja. Ik heb nooit Basje en Adriaan gekeken. Ik ben de robot. Wow! Oh jongens, het is zo'n ontzettend warme dag vandaag. Oh, Pip wil niet meer met mij kneffen. Hij zit alleen maar te grommen. Ja. Ik heb vandaag niet heel veel gefilmd, maar dat komt omdat de video gewoon al erg lang is. En ik heb zo'n gevoel dat ik hem niet langer moet maken dan... hoogstens 23 minuutjes. Ik denk zelfs dat hij daar nu overheen is. Ik moet het gewoon niet langer maken dan 25 minuten. Echt niet. Dus dat is ook mijn limiet. Maar daarom heb ik vandaag ook niet heel veel gefilmd. En ik heb ook niet heel veel gedaan. Ik heb wel genoten van de zon. In ieder geval ga ik zo de patat ophalen. Want het is weer patatdag natuurlijk. En ga ik gelijk de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke weekvlog vonden. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer in een nieuwe weekvlog. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Doei doei, bedankt voor het kijken!